Ja, hij doet het. Lieve mensen. Ik zit eens even te kijken bij die droplul. En dan heb ik niet over droplul die bij Vidère zit. Maar ik heb het over droplul uit Arnhem, waar ik gisteren dus even een bezoekje heb gebracht. Ik heb iets gevonden. Misselijkmakend is. Ik ben ook aan het controleren geweest. Althans, niet alleen ik heb het gevonden, iemand anders had het ook al gevonden. Kennen jullie nog het verhaal herinneren van die laptop kinderporno op Schiedam? Jawel, Hans. Nee, jawel. Dus gingen elkaar exposen. Dus ik zei, oké, wat gebeurt hier nou, Hans? Wat gebeurt hier nou? En we raakten helemaal in paniek. En toen ben ik natuurlijk uit die chat gegaan, want ik was er natuurlijk achter. Dat ik natuurlijk keihard in de maling werd genomen. Ik geloof dat ik een dag of twee dagen daarvoor die laptop in de sloot had gegooid. Omdat ik erachter kwam wat er allemaal niet op zou staan. Althans, dat vermoeden kreeg ik. Omdat er onder andere shit met Marijke was gebeurd in het verleden. Wat ik, die had ook iets soortgelijks meegemaakt. En ik denk van, oh kut, toen ik dat hoorde van haar. Dat heb ik ook. Dus ik zit dus de dag ervoor in de chat. Ik zeg, ik heb voor mij dat ding staan. In Spanje is dat ding ook weg. Nee jongens, nee. Niet weggooien. Wacht nog één nachtje. Allemaal, hè? Niet yet. Wacht nog één nachtje, Jobby, niet doen. Wat? Ik ga heel even naar de verzekering. Hup, de ding in de sloot. En heb je dat ding in de sloot? En met Mikey Teeuwen, inderdaad. Ja, Mikey Teeuwen. Nee. Je kan hem vertrouwen. Ja, je kan hem vertrouwen. En ik moet dus... Die persoon... die deze laptop hebt gefabriceerd met kinderporno erop... Ja, dus de persoon... die deze laptop heeft gefabriceerd met kinderporno erop. Destijds voor mevrouw Eline om Andries een haak te zetten toen met die bus. Zogenaamd, hè, terwijl ze gewoon een setje waren, dat verhaal, hè. Die persoon, die reageert ook actief. Althans, destijds actief op Maart Houser. Dus ook daarin zit weer een connectie. We hebben ons de blubber lopen zoeken naar de connectie tussen Mart en Vidère. Mensen, ik kan het je nog steeds niet zeggen wat daar in hemelsnaam, wat daar de link tussen is. Ik weet het echt niet. En misschien, we komen er vanzelf achter, het komt vanzelf op tafel. Maar focus je alsjeblieft even niet zo op die Vidère. Want die Vidères, die zitten niet achter kindertjes aan. Kijk, die zijn er ons aan trollen. En ik heb liever dan ze ons aan trollen zijn, hè, als dan ze kinderen zitten te... Ja, dat. Die Vidères, die komen wel even een keer. Eerst die gore viesrik, alsjeblieft. Ja? Dus de persoon die destijds de laptop kinderporno heeft gefabriceerd... voor mevrouw Eline, die reageert ook bij Mart Houser. Hoe vinden jullie die? Volgende. Ik ben al een hele poos. Ik heb al die tijd gezegd, kijk, ik zal natuurlijk werken, eigen winkel, werken. Ik heb nou, hè, de winkels leeg, stellingen zijn leeg, kast is leeg, alles is leeg. Sleuteloverdracht en klaar. Ja? Ik heb nu wat meer tijd. Ik heb ook wat meer tijd om zo dingen uit te zoeken. Tijd die ik af en toe gewoon echt aan alle kanten tekort kwam. Is het jullie opgevallen dat je die Sven... En ik ben al een keer bij die rat geweest, omdat hij veel meer met Vidère van doen heb. Ja? Is het jullie al eens opgevallen dat ook Sven te linken is aan de Demmingperiode? Diezelfde Sven die in een lijf heeft toegegeven dat hij veel meer wist van Vidère. Diezelfde Sven die op Hans de Vrije, grondlegger van Vidère op Twitter, zat te reageren. Dan ga je zitten zoeken tussen die Sven en die Hans de Vrije. Hey, die kennen elkaar al heel wat jaartjes hoor. Hey, daar staan jullie raar van te kijken, maar die kennen elkaar al heel wat jaartjes. En dan kom je uit...
En die gozer is me al eerder opgevallen, want dat is ongeveer het opperhoofd tegen complotdenkers. Het opperhoofd tegen complotdenkers is die Pepijn. Wisten jullie dat hij al lang bekend hebt dat hij destijds Fidère, dat is gestart? Ik weet met wie hij dat gestart is. In de periode van Demming. Ik weet het. Ik weet, in mijn hart gooi ik het er zo uit, hè? Ik ben giftig, hè? In mijn hart gooi ik het er zo uit, hè? Maar ik weet het. Ik wacht nog even met de feiten benoemen online, want ik ga het eerst binnenkort ook eens even bij hem ding-dong. Ja? Die persoon is ook een onderdeel geweest van de Keutelclub. Je weet wel, dat groepje onschuldige mensen die zogenaamd nergens van wisten. Zeg, wisten jullie echt nergens van? Of wisten jullie stiekem toch heel veel meer? Maar goed, Pepijn. Pepijn van Erk is ongeveer het opperhoofd. Samen met die Chris Klomp. Samen met die, hoe heet die nou, godverdikme, Hans de Vrijer. Dat clubje, dat is zeg maar, dat zijn de opperhoofden tegen complotdenkers. En heel dat soortje is aan elkaar te linken, ook al in de periode van George Demming. Ze zijn er nu allemaal te linken aan Fidère, en toen zijn ze allemaal te linken tegen complotdenkers in het George Demmings tijdstip. Ik weet veel meer, ik ga binnenkort echt nog wel mensen langs, ja. Maar, viesrikken zijn er het. Ze hebben al die tijd alles geweten. En er zit er eentje in die keutelclub, hè. Dus mede grondlegger van Fidère geweest. En ik weet wie. Dus ga me nou niet zeggen dat dat keutelclubje een onschuldig iets is geweest. Vandaag geloof ik dus helemaal niets van, hè. Ik zou nog heel veel meer willen vertellen. Weten jullie dat? Heel veel meer. Wisten jullie dat dit soort troll-accounts dan er daar vacatures voor zijn, hè? Ik heb ze al gevonden. Prettige dag. Ik ga nu de auto niet meer in. Ik ga zo eerst kijken hoe laat is het nu. Nee, ik ga lekker met mijn hondjes lopen. Dan ga ik straks eten koken. Ik had nog naar Gorinchem gewild, maar eer dat ik daar ben, is alles daar dicht. Dus daar ga ik binnenkort wel een keer naartoe. En Vlaardingen, dus ik heb een huisadres, maar dat komt van de week ook wel. Utrecht. Het komt allemaal wel. Ik weet alleen nog even niet wanneer. Maar ik heb hier alles is terug te leiden naar die Demmingzaak. Dat Fidère, dat is niet iets van nu. Dat is iets wat in het verleden al hebben staan. Met personen die je nu terug ziet komen. Die hebben toen destijds dus ook bij gezeten. Wat toevallig. Poeh, wat toevallig. Ja? En dan heb je een nichtje van Hans de Vrijen, hè? Die Brenda de Nijen, die hebt dat gewoon geweten, gele hesjes. En dan heb je Marcel, die heeft mij die hele troep in mijn schoenen willen schuiven, willens en wetend. Ja? Dan heb je een of andere vieze gore teringrat, dat is grondleggen van Fidère, terwijl op ongeveer alle demonstraties gelopen. Iedereen kent hem. Iedereen. Nou, dan heb ik eerlijk gezegd, jongen, je hebt je rol goed gespeeld. Echt, je hebt je rol goed gespeeld. Wat ben jij met een viesrik, zeg? Baba. En die neus wel? Ik heb jullie toch altijd al gezegd dat Kringen weet veel meer. Ik heb het jullie altijd al gezegd. Ik heb het jullie altijd al gezegd. Want oh, ze konden elkaar quasi niet. Oh, ze hebben elkaar allemaal quasi leren kennen door te demonstreren. Ja. Ja. Dikke jojo.